een hekel aan verliezen, laat ik me zo zeggen. En dit voelt natuurlijk wel als een verlies, als een teleurstelling. En, met name naar die jongens. Net ja, bij die jongens gestaan, dat jullie wel iets van mij gekregen hebben. Dat is niet makkelijk. En, dat is een van de moeilijkste momenten die je tot nu toe meegemaakt hebt in je leven. Het draadje is nu echt afgeknapt voor betaald voetbal in Apeldoorn. Het is over, het is uit. AGOVV gaat niet in beroep tegen het faillissement dat eerder deze week werd uitgesproken. Vanmiddag kwamen op Berg en Bos de curator, de clubleiding, de selectie en een boel verslaggevers en een aantal fans bij elkaar. Daarna was er tijd voor afscheid. Het was een beetje emotioneel. Niet al te emotioneel, want de spelers waren er al aan gewend. Hadden er al rekening mee gehouden. Maar ja, hoe nu verder? Mag ik naar een andere club? Nou ja, dat mag misschien wel als je naar Emmen gaat zonder enig probleem. Meld het bij de curator. Maar ja, staat Ajax voor de deur? Dan moet de curator toch nog maar eens even praten. Misschien is er nog geld te halen voor een speler. Dat soort afwegingen kwamen aan de orde. Er was zelfs nog even gelegenheid om even een potje te darten voor een aantal spelers. Toen ze even naar buiten moesten. Het duurde maar kort. En toen ging het onheilsgesprek ging verder. Het is over op Berg en Bos. Bijna 100 jaar nadat AGOVV werd opgericht. De amateurclub bestaat nog, maar die heeft ook grote problemen. Die viert, als het goed is, volgende maand zijn eeuwfeest.